kan nou niet, schat. Ik heb snel werk, tenminste. Ik heb me wel nodig. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag woensdag, moet ik het niet zien, 7 oktober om 10:39. 12 uur moet ik met Ewin bij de dierenarts zijn en de reisman die staat alweer helemaal klaar met een dikkere handdoek erin. Ho, eerder staat de stoel in de weg. En met een andere handdoekje waar ze de vorige keer op lag, legt er bij in. Maar ik heb een grotere handdoek eromheen. Die een beetje de kou weg moet houden. Aan de achterkant ligt het dubbel. Dat kan ik over haar heen doen, desnoods. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar zover is het nog niet. Nee, want ik ga eerst even met Rijke uit. En als ik met Ewin wegga, gaan jullie mee. En Rijke, houdt op om achter Ewin aan te gaan jagen. Begrepen, dame? Oh, je weet het. Ja, dat Ewin die wil haar water drinken, maar dat mocht van Rijke niet. Nou ja, hallo, ze mag ook water drinken. Nou. Hopie dopie. Ja, hij is niet lief hoor, hé. Nee. Maar ja, de lucht die begint weer helemaal te betrekken en het wordt weer donker en alles. Ik moet zo meteen ook Ewen nog medicijnen geven, maar ik ga eerst met Rijka uit. Ik heb Ewen, die heeft eten, dus tenminste nog een klein beetje. Dus het moet wel nieuwe, maar dat komt vanmiddag pas. Ze kunnen eerst een kleine weetje wel eens even opeten. Dat is nog kip. Dus, maar dat komt goed. Ik ga met Rijka even lopen. En ik hoop dat we een gezellige dag mogen beleven verder. Dat het met Ewin toch wel de goede kant op mag gaan. Ze zit nou weer bij Rijka in de vensterbank. Hup. En de plant moet nog terug. Is ook zo. Nou, komt zo wel. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik hou in ieder geval goede moed, want ja, je zit er toch wel over in, weet je. Van, zal het goed komen? Of gaat het de verkeerde kant op? Kijk, in de oogjes valt niks te zien dat ze ziek is. Nee. Kon je dat maar zien? Maar die staan gewoon normaal in de koppie. Want je hebt ook dieren. Dan kan je het aanzien aan de oogjes, maar dat valt bij haar helemaal niet op. Nee, ze blijft vrolijk en doen en ja. Misschien, ik weet het niet hoor. Maar oké, ik ga even met Rijka lopen en ik hou jullie op de hoogte. Jullie gaan mee. Ik mag daar vloggen van Thijs, dus dat komt helemaal goed. Tenminste, laat het hopen. Hij had ja gezegd. Ik kom wel vaak op de film. Nou ja, ik neem jullie gewoon mee. En ze breken het maar. Ik ga buiten al filmen. En ja, ik hou jullie dan even zien. Moet even kijken hoe ik dat moet hebben. Even kijken. Loeren, koekeloeren, koekeloeren. Dan is het even zo. Dan pak ik die koffer erbij op. En dan is het gewoon zo. Naar de grond toe, want ik mag niet filmen naar de mensen toe. Nou, doe ik het toch zo. Ja, gewoon met die, ja, dat moet kunnen, toch? Ja, ja, moet kunnen. Dat kan ik jullie nog uitschuiven ook, zo. Oké, het is een beetje bewegelijk en alles, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ja. Moet zo kunnen. Ja, ja. Moet kunnen. Maar dan komt het allemaal hopelijk wel goed. Zo. Voilà. Ja, moet goed komen, dacht ik zo. Nou.
kijken buiten. Het is buiten nog wel droog. Ja, het is buiten nog droog, toch? Ja. Dag Ewin. Dag Ewin, meisje, mijn prinsesje. Hé? Nee, daar heeft ze nog wat staan. Nou, maar er is het maar op. Hey, dan ging ik de bakje weer afwassen. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot strakjes. Doei! Nou, Ewen die zit er alweer in. Enkel zuster eigen nog aan het nestelen. Een beetje draaien en doen. Hé? Ja, kan nou niet, schat. Ja, gemeen, hè? Nee, kan nou niet. En dan wil ze eruit, maar dat kan nou niet. Nee. We gaan weg naar oma dokter. Tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn inmiddels aanbeland bij de dierenarts in de wachtkamer. En Ewen die staat in de mand naast me. Ewen. Hey, prinsesje. En ze is weer rustig, maar onderweg was het weer miauw, 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 miauw. Nou, dat was niet leuk, nee, want het is ook weer gaan regenen. Het is bar koud op de booster. Ik heb geen handschoenen aan, nee. Ook zo dom, ja, dan moet je haastig een spoed is zelden goed. Maar ja, ik had ook even wat anders tussendoor te doen. En ja, dat hield even wat op. Nou ja, hè. Maar ik ben er. En op tijd, hoe laat is het? Ja, op tijd. Ja, zij wilde niet op. Nee, ze wil niet op de vlog, anders had ik hem omgedraaid naar de klok. Maar ja, helaas. Kan nou niet. Maar komt goed, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer in bij Thijs. Komt goed. Tot dan. Ewen, kom maar. Ik wil een beetje helpen, hè. Oh. Kom. Ik wil draaien, liever. Kom. Even draaien met je kopie. Even, kom. Kom dan. Goed zo. 1, 2. Zo, gewoon eens kijken of je een beetje vergroeid bent. Je woog zo weinig de laatste keer. Volgens mij is dat wel aardig de goede kant op aan het gaan nu. 2,5. Dat is hoog 2,2. Nee. Dat gaat er altijd zelf weer in. Ze is dus al 300 gram aangekomen nu in 4 weken. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Goed zo. Toppie, je doet het goed, kind. Nee, blijf nou. Je hebt geen assistenten. Ja, voor straks gaan we zo doen met bloedafname. Jij wou er ook op, hè, mooi. Ja, dan kom je er ook op. Ze krijgt dus nog alleen nog kipfilet, hè? Ja, gekookt heel ding. Ja, uiteraard. Ja, dan geef ik af en toe ook aan de andere kant een beetje, want anders vind ik het voor die iets zielig. Ja, precies. Hè? Nou, fijn dat ze zo aangekomen is al. Ga ik eens even naar het hartje luisteren. Ewen. Het slaat er ook behandelen, hè? Vier weken geleden was de hartfrequentie boven de 200 per minuut. Nu is hij al mooi gezakt naar de 180. Dus die gaat ook al niet meer zo snel. Okay. Dat is ook al teken dus dat de medicatie zijn werking doet. Ja. Ik hou even een assistent. Ik ga even bloed weer afnemen voor de schildklier. En bepalen uit het nekje. Goed? Ja, is helemaal goed. Hé, meisje, je doet het goed. Ik ben trots op jou. Wil je me helpen? Hé? Hé? Vrouwtje is trots op jou. Ja. Ja, ze eet veel malen minder. Het is maar een paar hapjes en dan is het klaar, weet je. Oh, en dan denk ik, ja ho, ik ben van jou gewend een hele bak vol leeg te eten. En ondanks dat toch aangekomen, hè. Dus ja. Dan zie je maar wat de schildklier allemaal misdoet, het lichaam. Dat zit er snel werk, tenminste. Dat heb je wel nodig. Goed zo.
Zo. Groot meisje. Ja, ik heb genoeg bloed. Gaan we nu eventjes in de wijk? Is het nou weer normaal? Ja, geen troebel meer. Goed zo. Zo, ik ga hem eventjes inzetten. Hé? Hey? Ze heeft het goed gedaan. Ja, vorige keer toch ook? Ja, ze is heel lief. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Vroeger was ze ontzettend bang voor iedereen. En dan vloog ze naar boven toe of bovenop een kast, weet je. Mm-hmm. Maar toen leerde ik mijn liefhebbende man kennen. En die is er nou niet meer, die is in de hemel. Yeah. Maar die heeft haar over die angst heen gehaald. Hij heeft haar zelf behandeld, et cetera. Yeah. Hij heeft de nageltjes geknipt, want yeah. Hij heeft vroeger... Heeft hij ook voor een dierenarts gewerkt, gewoon als knechtje. Niet zoals wat jullie doen, want dat kon hij niet. Maar mm-hmm. Hij hielp wel, hij ging ook mee in de ambulance voor de dieren. Ja. Ja. Als er weer iemand slecht was geweest. En ja. Hij wist met ieder dier te praten en te communiceren. Dat is fijn. Ja. Heerlijk. Want hij had ook dat ingegroeide teennageltje gedaan. En toen, hij had ook zelf ondervonden dat het aan de schildklier had en ik dus niet. Nee. Ik zie dat niet. Normaal gesproken dan zie je 9 van de 10 keer aan de oogjes van het dier dat het wat markeert. Maar bij haar zag ik dat ook niet. Nee. Zo, gaan we weer terug naar het mandje. Ik heb de uitslag straks weer terug voor je, over een minuutje of 10. Mooi, nou dan wachten we daar toch op. Dan mag ik dan ook gewoon even bellen hoor. Ja, kan het ook, maar ik moet medicijnen erbij hebben. Hè? Ik heb nog enkel voor morgen nog. Oh, dat is wel handig. Dan kan ik even wachten. Ja. Als het doseren omhoog gaat, dan krijg je andere pilletjes mee. Ja. Of is het heel makkelijk met die leverworst om die... Ik heb dus die balletjes smeerworst. Ja. Nou, dan doe ik dat pilletje doe ik in een bakje en dan krijg ik zo'n stampertje. Dan maak ik het fijn. Okay. En dan pak ik een lepeltje smeerworst en dat doe ik dat spul erop. Ik gooi dat, ik rol het om en ze eet het van het lepeltje af. Nou ja, oké. Okay. En de medicijnen zitten er bovenop. Van mij mag je ze malen, maar volgens de bijsluiter niet. Dat komt voornamelijk omdat je op moet passen met het contact met uw eigen vingers. Ja. Als ze die medicatie te veel aanraken. Ja, maar daar kom ik niet aan. Heel goed, anders gaat uw eigen schildklier ook remmen. Ik kom niet aan die medicatie. Ja, heel goed. Ik druk het eruit in bakkie. En dan leg ik het met lepeltje in het midden. En dan stampetje erop. En dan schrap ik met lepeltje alles weer bij elkaar. Smeerleven wordt erop klaar. Dat moet kunnen, denk ik. Ja. Nou. Ja, dan mag ze lekker mee. En dan kom ik zo even bij u nog over een minuutje of 10 met de uitslag. Goed? Is helemaal goed. Ik zal eerst de camera weer even uitdoen, schat. Jij, hè? Je doet het goed. Ik ben trots op je. Thijs, hartstikke bedankt, man. Dankjewel, hè. Nou, en we zijn weer thuis. Dus we laten haar weer lekker gaan. En dan moet ik wel willen. Zo, komt u maar. Goed zo. Dan kan hij weer op de grond, hè, kind. Je mag niet eens iets op tafel. Oei, oei, oei. Hé, maar we zijn trots op jou. Ja. We zijn trots op jou. Hé? Ja. Kom maar. Nee? Zo dan. Laat. 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 Lief zijn. Hé? Maar ja, ze eet dus hele kleine beetjes. Ze is dus aangekomen zoals jullie gehoord hebben. Ja, ik doe hem even uit. Want dan kan ik hem even omdraaien naar mezelf toe. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. Ja, ik ken net zo makkelijk, toch? Dan moet ik even denken. Ik heb papiertjes gekregen. Ik heb even alle mee opzoeken. Ja, dat zit op mijn portemonnee. Dat is 1 briefje. En dat is 2 briefje. En dan haak ik nog een heel klein briefje. Schrok wel weer, hoor.
Ja, maar dat krijgen jullie niet te weten. Nee. Over 3 maanden weer controle. Datum staat niet vast. Over 3 maanden, dat is ergens in het nieuwe jaar. Vorige keer, dus 4 weken terug ongeveer, plus minus, was zij, moet ik eventjes wat anders erbij pakken. Wanneer was ik toen geweest? Nee, het doet er allemaal niet toe wanneer, ja, 4 weken geleden geloof ik. Ja, over, ja, 4 weken terug, toen woog ze 2,2 kilogram en nu 2,5. Nou, daar ben ik toch blij mee. En ja, ze behoort inderdaad minder te gaan eten. En ik denk, ja, ik ben het altijd gewend dat ze veel meer aten, weet je wel. Maar ze behoort minder te eten en ze behoort moe te zijn. Nou ja, moe is ze zeker, want ze legt altijd een heel tegenwoordig op mijn schoot dat ik niet gewend ben. Maar ja, oké. Nieuwe medicijnen erbij. Dus gewoon dezelfde, geloof ik, dacht ik. Hoe zit dat vast? Even kijken of er een plakband. Nee, geen plakbandje. Nou. Ja, gewoon dezelfde, maar ik heb nou dus meer stripjes. Dus, maar dat komt wel goed. Nou, waarom wil dat nou niet? Zo, erin. Ja, de bijsluiter zit er bij in. Dus, 3 maanden. En de aantal kilo's. Ja, nou, ik ben er in ieder geval blij mee. Nou, wat ik betaal, dat gaat een ander niks aan. Nee, krijgen jullie lekker niet te weten. Ik ga koffie maken, want daar ben ik wel aan toe. Daarna ga ik de vaatwasser even leeghalen en weer voldoen. En die kant schoonmaken. En ik zal kijken of Karin kan bereiken. Dat die even op de hoogte stellen van alles. En dan zullen we verder kijken. Oh ja, en vanmiddag komt hij voor Sveroloog. Ja, ook dat nog. Zit niet op te wachten meer. Die kan ook eruit. Zo. Is makkelijk, zo'n heuptasje. Dit is een heuptasje. Ja, hier zit een rits. Kan je dicht doen. Daar zit ook een rits. Kan je dicht doen. En daar kan een heleboel in. Ja. Want die zat erin, die zat erin, die zat erin. Zat aan één kant, zat dat erin. En mijn portemonnee zat aan de andere kant. Ja, kan allemaal. Het is uitrekbaar. Ja. Het rekt mee. Het is groter dan dat je denkt, zo al. Maar het rekt ook nog eens een keer allemaal mee. Dus ideaal, deze heb ik eens een keer van mijn mannetje gehad. Hij had er zelf ook een. Enkel die is kapot gegaan en die zou ik gaan maken, maar ik weet niet waar die gebleven is. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook verder doen. En ik ga eens eerst lekker rustig bijkomen met een bakje koffie. Ik zou zeggen, tot later. Doei!